Breda nu. Je weet het meteen. We staan hier in de Centrale Bibliotheek van Breda in de maand november. Heel deze maand is Nederland leest. Wat houdt het precies in? Nederland leest is een actie om mensen te laten lezen. Dat is volgens mij voor de 9e of voor de 10e keer. Andere jaren stond er een bepaald boek in de spotlight. Nu is het een verzameling met korte verhalen. En heel de maand zijn er ook workshops. En vanavond is de workshop een goed begin over een kort verhaal. Gaat dat, hoe je een kort verhaal schrijft? Wat maakt een kort verhaal een goed kort verhaal? Wat zijn de ingrediënten, om het zo maar te zeggen? Ja, de lengte natuurlijk als eerste. Een kort verhaal van 250 bladzijden, ja, dat is geen kort verhaal. Het gaat er echt om dat het samengebald zit in die aantal bladzijden waar het kort verhaal overheen loopt. Wat ik belangrijk vind in een kort verhaal is dat je met de deur in huis valt. Dat je echt gelijk to the point komt. En dat het ja, aan het eind ook verrassend is van goh, dat ik dat in 7 bladzijden gelezen heb. Of in 1,5 bladzijden. Ook net zo goed als die flits van Flaubert is ook zo'n premisse een prachtig mooi middel om te voorkomen dat je gaat zwalken. Want Alice in Wonderland ervoer het al. Als je niet weet waar je naartoe onderweg bent, ben je ook nooit verdwaald. Vorige week was er ook een workshop en de aankomende 2 donderdagen zijn er ook nog 2 workshops. Wat kunnen we nog verwachten deze maand op workshopgebied? Nou, we zijn nu halverwege inderdaad Nederland leest, hè, waar het korte verhaal dus inderdaad centraal staat. Op donderdag 19 november dan gaan we nog een workshop hebben, verhalen ophalen, door Ineke van Dijk. Dus als je een verhaal wil gaan schrijven en je zoekt nog inspiratie, kom dan volgende week donderdag langs. En de laatste donderdag, op donderdag 26 november, dan gaan we nog een workshop, korte verhalen, verhalende foto's via je smartphone. Dus steeds meer mensen gaan via Instagram en Facebook, heb je natuurlijk dat je foto's maakt via je. Maar hoe zorg je er nou voor dat die ene foto nou de pakkende foto is, dat iedereen blijft kijken? En de workshops die zijn gratis voor bibliotheekleden. En als jij nog geen lid bent van de bibliotheek, dan kan je nu extra voordelig een lidmaatschap afsluiten. En dat is ook alleen maar in de maand november.